dat u er bent, mevrouw. Echt, dames. Wat is uw naam? Wat is uw naam? De heer Grijzenmeijker is binnen. De heer Van Haken en gevolgens binnen. Even een leuke baard, meneer Van Haken. Ja, leuk, hè? Moeder Joke en dochter Lisbeth is gearriveerd. Leuk, hè? Nou, geweldig. Veel plezier. Veel plezier. De heer Charlie Abtrood en mevrouw Abtrood zijn gearriveerd. Zo. Ja, en ik heb geen voornaam. Dat is video. Dat is video. Dus. Oh, los media team is gearriveerd. Ik kom hier om gewoon gezellig te eten. Wethouder Paalvast zou de opening doen. Ik denk, ik heb een vrije avond. Nou hoorde ik al dat de wethouder verhinderd was en ik word eens aan het werk gezet. Wil je opening doen? Nou ja, dat denk ik, dat doe ik dan maar. Dat is nog tot daar aan toe. Maar identiteitsfraude, oplichting, een vreemde die zegt dat hier de burgemeester is. Dat kunnen we niet accepteren, dan draagt hij nog een niet echte ambtsketen op. Dit kan natuurlijk helemaal niet, maar ik vind het wel geweldig hoe we hier door de burgemeester van deze avond, de burgemeester van de week van de horeca, worden ontvangen. Dus ik laat het maar even gaan voor deze gelegenheid. Ik vind dat het hier, dat vindt u waarschijnlijk ook, geweldig uitziet. En dat zijn al die horecaondernemers die het met elkaar doen. Maar het is natuurlijk altijd dat iemand heeft ergens het initiatief. En dat is Mark Mertens. Waar staat hij nou? Daar staat hij. Wilt u een daverend applaus geven voor hem en alle mensen die het organiseren? Nu voor elkaar. Mede ook doordat wij al die geweldige horecaondernemers in onze stad hebben. En met Culinair Zoetermeer zie je al wat de stad te bieden heeft. Maar loop maar door de stad. Of weer naar die kant gaat, naar de Dorpsstraat, die kant naar het stadshart met de pleinen, elders in de stad, bij de Noord-A. We hebben een heleboel geweldige horecaondernemers, dus geweldig dat jullie voor ons als start van de Week van de Horeca dit organiseren. En ik denk dat als de horeca zo doorgaat, een ontwikkeling van de stad, dan is er straks geen zoetermeerder die nog maar in zijn hoofd haalt om te denken dat hij als je uitgaat naar een andere gemeente moet en dan moeten we straks grenscontrole hebben, want iedereen wil straks naar Zoetermeer. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik hoop dat deze week een geweldig succes wordt, want dat verdienen de ondernemers. En ik denk, we hebben allemaal zin in. Ik zie al die stralende mensen hier. Sommigen hebben een beetje postuur wat ik heb, dus u houdt wel van uitgaan en lekker eten, denk ik. We gaan er een gezellige avond van maken. Heel prettige avond en vooral een hele succesvolle week van de horeca. Want ik hoop dat we elkaar over een jaar hier weer zien. Want Zoetermeer is een hele oude stad. Meer dan 1000 jaar oud, maar we hebben, dat wist u niet, meer dan 1000 jaar oud is Zoetermeer. Kijk maar naar het deel van de Dorpsstraat, daar kan je een beetje aan zien. Die mooie oude monumenten, schitterend. Maar dit is nou denk ik een nieuwe traditie, voor de eerste keer. Maar ik hoop dat we de komende jaren dat weer gaan doen, omdat het een geweldig succes was. En dan mocht ik nog een openingshandeling doen, geloof ik. Ja? Rustig, ja, rustig.
Ja! Thank you.